Welkom boogschutter bij jouw kaartlegging. We gaan vandaag een kaartlegging doen waarbij we gaan kijken welke energie zich er eventueel in de komende periode zich rondom jou zou kunnen bevinden. En we gaan dat doen aan de hand van drie kaarten. Ik ga beginnen met een gewone spelkaart. En dan ga ik daar de even overeenkomstige Lenormand kaart en Tarot kaart erbij nemen. En beginnen doen we met de spelkaart. En dat is harte 6. Ik ga hier nu de overeenkomstige kaarten bij nemen. Voor de Lenormand kaart is dat de kaart van de ster. En voor de tarot kaart is dat de 6 van kelken of bokalen. Ja, jij mag een wens doen. Je mag denken aan een wens die je graag in vervulling zou willen zien gaan. En eventueel om die wens in vervulling te kunnen zien. Het zou kunnen eventueel dat dat een wens is die je al hebt van in je kindertijd. En dat je nu beslist van oké, nu ga ik er iets aan doen. Wat eventueel ook kan zijn, is dat om die wens te gaan verwezenlijken. Je maakt er een begin mee. De vervulling van wensen komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Je moet daar zelf ook iets voor doen. En dan zou het kunnen dat je hierbij hulp krijgt van iemand uit het verleden die jou heel erg genegen was, waar je een goede band mee had. En dat die persoon jou helpt in het realiseren van die droom. Nu denk ik ook wel dat je met die kelken van 6, dat je, oké, je hebt die droom nu. Je hebt in jouw leven al reeds een bepaalde weg afgelegd. Je hebt op verschillende vlakken al ervaringen opgedaan. En dat eigenlijk deze kelke 6 jou zegt van, ik heb hier nu die droom. Welke kennis en welke ervaring van het verleden kan ik eigenlijk inzetten? Kan ik op een positieve manier gebruiken om deze droom te gaan realiseren? Dat is ook iets waar je maar mag kijken. Zo, dit was jouw kaartlegging. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.